We zijn een dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En mensen die problemen hebben met vergeetachtigheid. In de volksmond noemen we dat dementie. Wij zaten met onze dagbesteding eerst aan de Bredaarse weg. Daar moesten wij weg omdat de renovatie die daar plaatsvond uiteindelijk niet doorging. Toen kwamen we hier op het terrein van de Duinsberg terecht. En wij hebben deze grond gekregen van de Duinsberg in erfpacht. Dat was voor ons heel belangrijk dat we dat voor 15 jaar konden vastleggen. En wij zijn toen op zoek gegaan naar een bouwer die voor ons hier neer kon zetten. Wat flexibel was, wat beperkt was qua tijd, hè, 15 jaar. En waarvan wij ook graag wilden dat het een uitstraling had van een woning. Eigenlijk een thuis zou het moeten worden, zowel binnen als buiten. En dat we tegelijkertijd ook de mogelijkheid hadden om op te schalen. Het is uiteindelijk een op maat geworden product. Hè. Het is gerealiseerd na onze wensen. En ik zie ook dat de voorbereidende fase, die is echt goed geweest. Die is ook wat langer geweest. Maar daardoor sluiten eigenlijk ook de praktijk, wat je hier achter ons ziet, naadloos aan op wat wij in de voorbereidende fase met elkaar hebben besproken. Ik heb het heel prettig gevonden met zowel de MEO zelf, als ook met de mensen die al het werk hier verzet hebben. Wat dat betreft ben ik gewoon heel erg blij met de manier waarop we hebben samengewerkt.